dan is het Oebele Schokker weer. De man die ook aan van de jouwer. Hij kat zijn man fantastisch uit en met het subtiele wipke maakt hij de vjouwer in. Die maakt het dan op een heel mooie wijze over. En Dennis Loer op Oebele Schokker. Een fantastische goal van Oebele Schokker. Schokker, bewegingen zijn mooi. Schaarsma verdedigt niet echt sterk. En dit is knap, zeg, van Schokker. Jim moet een spul, we doen de 1-0. Jazeker! Oebele Schokker. Oebele Schokker, 1-9 maar Beukenveld. En dan prikt er de bal keurig in de vierde hoeken. Maar Harken was de boys, had Oebele Schokker. Wat een geweldig doelpunt. Dit is maatwerk, Jer. Dag, mijn geweldige sleepbeweging. Zit je stonden voorbij en het is de 2-0. Bal in de achterkant van de 16 meter nog. Oebele Schokker, ja! En die luidt erin. Oebele Schokker, hij helpt verwoestend uit. Ik zei het al, er kan ooit een moment komen van Oebele Schokker. En het is een Oebele Schokker moment. In de 80ste minuut. Let op, de doelman van Spakenburg levert Samarin bij Waoors als Oebele Schokker. Oebele Schokker van Bunderen voor de goal, maar wat doet hij dat dan fraai? Oebele Schokker in de zon, 60ste minuut. Is het de 0-1 voor Harkemasse Boys? Oebele Schokker nog hield niet. Rijdt dan de rondte van het schot en dat dochter op een wijze zat maar van Oebele Schokker wint binnen. Hij zwarkt voor de 1-1. Op een ei Oebele Schokker. En let hem maar bij de Zuid-Herrie. Jou om zijn kom was net. Redding van Cornelis Kofferman. Moet die bal dan wegboksen? Lukt niet. Oebele Schokker. En dan via de hand van Cornelis Kofferman gaat die bal binnen. 1-2. Het bloot toch een fenomeen. Want dit is wel een lekkere goal. Toen weer het wel Oebele Schokker. Hij kreeg de bal in de 16 meter. Koei het helje. En zette de 0-3 op het scorebord. Ja, wat doet Oebele Schokker dan? Die lopt de bal er werkelijk fantastisch hoe heen. Een prachtige goal dus. Van de rechterkant en op een eindocht Oebele Schokker dan in. Ja, hij draait hem er werkelijk fantastisch mooi in. En de keeper Jamie Schaap die grabbelt nog wat, maar die krijgt die bal net te pakken. Schokker zelf. En hij krult die bal, maar een soort effect oermorren hinnen. Vrije trap van Oebele Schokker. Daar is Martijn Barto, weer bij de kop. Weer Schokker achter de bal. En ja, hier. En dan werd Oebele Schokker. Prachtig voorzet en dan komt er heel heeg hier de topscutter van Harkemasse Boys, Robert Stelpstra. Oebele Schokker, maar een mooi paasje en dan is daar eindelijk de evening. Oebele Schokker, dan weer mijn lange bal. En weer op Dennis Kroonen en de 2-0. Weer Oebele Schokker, Kriens aanmaken, daar bij de tweede peel. Zet hem in, je goal. Wie ben gek als een dood, wie stierde de vol? Maar die maakt hij dan nog een keer voorbij.
Dit is Barto en het is 2-0. Prima doelpunt. En het keningsduo van Harkema's de Boys had weer Taslijn. En Bijsma ziet Schokker gaan. Oepele Schokker. Kan langs een balk heen. En legt hem dan terug op Van der Weij. En die weet daar wel raad mee. De actie is vrij van Oepele Schokker. Zoals altijd. Oepele Schokker met een geweldige actie. Hij zet drie man van WHC. Zet er op een verkeerde skonk. En hij hier mezelf niet zitten kennen. Maar hij wie net zelfzuchtig. Het slotakkoord is voor hem en je hebt een fraai heegstans overal van Oepele Schokker. Fabuleuze bewegingen, 12 man van VVOG. Het is onaanvolgbaar wat hij doet. Hij loopt hem dan prachtig in de breedte van de goal. En daar zit Henny Bouwjes. Dan is het een intikkerke. In zak komt Harkema's de Boys werkelijk op. Fabuleuze wiezen op een 1-0 vastbouw. Het is een schitterend doelpunt. Benamen het vatarierende werk van de man onder nummer 10. De spelverdeler Roebelen Schokker.